mag eindelijk een keer rijden. Levensgevaarlijk, man, die gast in de auto. Weliswaar in mijn eigen auto, maar ik niet zo niet daarop let. Zien mensen al die zooi bij jou achter in de auto, denk je? Hadden we de achterbank misschien omhoog moeten doen. Ja, nee, dat maakt niet uit. Wat krijg je als je heel vaak een fiets vervoert? En op een gegeven moment dan heb je gewoon geen zin meer om steeds hoedplank erin, hoedplank eruit, hoedplank erin, hoedplank eruit. De auto's die we vandaag gaan behandelen zijn, bieden daar wel een oplossing voor. Ja, zijn die zo ruim van binnen? Ja. Ik zat er wel van na te denken. Ik weet niet. Het concept niet per se meer op levensstijl is ingericht dan op praktisch vervoer. En volgens mij de kandidaten die wij nu hebben zijn wel echt heel groot. Want we gaan vandaag op zoek voor jullie, speciaal voor jullie. Omdat je gaat toch niet meer met het vliegtuig op vakantie. Een categorie auto waarmee je graag op vakantie gaat. Waarmee ook zeg maar als je er voor komt rijden, dat mensen denken zo. Gaat lekker goed met die gast. Dikke, grote SUV. Echt gewoon zeg maar de grootste maat. Gewoon lekker, lekker formaat. Dus benzine, dat wel. Want ja, diesel. Ja, dat kan echt niet meer in Nederland. Nee, en je, de rest van het jaar moet je toch thuis werken. Mag je heel af en toe naar de zaak. Dus je rijdt amper kilometers. Je gaat ook niet, weet ik veel, ergens naar, nou ja, wat is ver, Zuid-Spanje of zo. Of naar Portugal. Eelde. Naar Eelde. Wij gaan naar Eelde vandaag. Vandaag was het wel goed ja, geweest. Wel goed, apparaat. Ja, beter dan als een Hollander. Rijdt eraf. Briljant dit. Maar, dit is het vanaf nu, hè? Ja. We hebben kruissnelheid bereikt. Dit gaan we anderhalf uur lang doen. GPS-snelheid. Je bent wel een beetje een poefje, zie ik alweer. Dikke SUV's dus. Echt gewoon, nou ja, de grootste maat, budget. Ja, weet je, je kunt voor heel weinig geld in deze klasse instappen. Maar dat leek me dan weer niet zo heel verstandig. Ik was ook een beetje aan het spelen. Jawel, jij zei vorige keer dat het de spannendste was om de goedkoopste van de marktplaats te kopen. Ja, of is dat dan weer niet leuk als je gaat kilometer vergeten ermee? Die wens heb ik nog wel een keer om gewoon om de goedkoopste Cayenne, daar zou ik me ooit mee hebben, de goedkoopste Cayenne van Marktplaats te kopen en te kijken hoe erg kan het zijn. Maar nu, vandaag doen we iets meer budget. Rond de 35.000 euro hadden we een beetje verzonnen. En dan, Cayenne is er misschien een klein hintje voor een soort auto. Wat het zou kunnen worden. Grote SUV, niet te oud. En dat is ook rekbaar. Want ik zat eerst van 2010 of nieuwer. Dus na 10 jaar, maximaal 10 jaar oud. Leek me redelijk. Maar dan hangt het een beetje af van de kandidaten of je daar ook echt aanbod in hebt. Je ziet echt wel nog wel giga prijsverschillen. Maar gaan we het zo over hebben, denk ik, met de kandidaat. Wil jij kandidaat 1 doen? Ja, we hebben nog een paar algemene puntjes. Oh ja, ja, ja. Die gelden voor alle vier de kandidaten. Alle vier zijn ze geschikt om mee te offroaden. Ja. Nou, doet in de praktijk volgens mij bijna niemand dat. Anders dan een nat grasveld op de camping. Nee. Maar mocht je er een gaan kopen die toevallig wel van iemand is geweest die Dakar of Camel Trophy ambities had, kijk altijd even naar de onderkant van zo'n auto. Ja, ja. Of er butsen in de beschermplaat onder het blok zitten en zo, en krassen. Dat geeft toch wel aan of zo'n auto off-road activiteit heeft gezien. Hoeft ook niet erg te zijn, nee. Maar kan ook kan erg schaam zijn. Ja. Trekhaak, hè, je kan erop zitten. Het mooiste voor de is paarden. Voor de paarden. Kijk, ook daar kunnen ze in principe tegen. Ja, weet je, maar als zo'n SUV echt heel veel heeft getrokken, ja, slijt daar wel. Lekker een tandemans met een graafmachine. Heb ik ook wel eens gezien. Bij alle kandidaten voor mijn gevoel wel eens. Ja, ja, kunnen allemaal 3,5 ton trekken. Ook hier is weer, als het om een beleid te gaan, is het niet erg. Maar het kan ook een voordeel zijn om een auto zonder trekhaak te vinden. Het staat soms ook in advertenties erbij. Geen trekhaak, dus er is niet te wijs veel mee gesleept. Of ze hebben de trekhaak eraf gehaald en dat is expliciet in advertenties gezet. Ja, dat zou het ook kunnen. Aan de andere kant, je wil waarschijnlijk wel een trekhaak, want de kans dat je auto die alles kan. Ja, precies. Dan algemeen onderhoudsdingetje. Dat is namelijk fucking duur bij dit soort auto's, in principe. Omdat ze fucking zwaar zijn. Omdat ze, en nieuw fucking duur waren. Ja, precies. En omdat als je een dikke motor neemt, dat je dan ook daar zo mee gaat rijden. En denk je, ik had helemaal niet het gevoel dat ik zo hard reed, maar ik moest wel knijterhard remmen. Toch best duur, die 20-inch banden. Ja, nou, 20-inch, serieus. Voor iedere auto waarvan je denkt, lijkt me leuk. Kijk even of je de bandenmaat kan vinden. Ga dan even zoeken wat die banden kosten. Vergelijk dat even met de banden op je Toyota Yaris. Zo zie ik toen nu toevallig rijden. Nee, maar dat is 6, 7 tientjes per hoek.
Er kan zomaar een nulletje achter komen. Nou, €700 per band is wel heel veel. Maar, ja, maar €300 voor een band, dat is niet gek. Nee. Remmen slijten ook sneller. Onderstel, dus draagarm, rubbers, draagarm, alles. Weet je, het is groot, zwaar, net wat hoger. Dus het slijt allemaal potentieel wel echt heftig snel. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar goed, je rijdt toch niet veel kilometers, want je werkt thuis. Je kan niet naar Zuid-Spanje naar vakantie. Zuid-Frankrijk wordt ook een uitdaging. Dus weet je, het is om hier een beetje een omgeving naar Hof van Saxe of zoiets dergelijks te rijden. Dat is al best een end vanuit de Randstad, maar ja, geen waanzinnige kilometers. Dat scheelt. Mocht je er nu nog steeds zin in hebben, ja, na deze opbrullende woorden. Ja, ja. Dan, ik bedoel meer met, dit is duur, dit kan gevaarlijk zijn. Ja. Of dat je nog aan het kijken bent überhaupt na 8 minuten. Sowieso. Dan kandidaat 1. Ik zie er volgend zo'n eentje van dat merk, een paar maatjes kleiner. Dus ja. Ik denk lange afstanden, comfort, dat denk ik aan Dasshaus. Ja. Een ster op de motorkap. Mercedes-Benz. En dan komen we uit bij 2 auto's, namelijk de ML en de GLE. Mercedes dacht op een gegeven moment, oh, zoveel modellen, hier moet een logica in. Duurde even voordat iedereen het door had, maar GLE, dat is de gelende versie in E-klasse formaat. Ja. Dus als je gaat zoeken, deze was het op bedacht dat je wel ML als GLE moet aanvinken, anders dan krijg je maar een deel van het aanbod. Dat GLE was trouwens meteen bij de facelift, met onder andere grotere navi, tandem neusje, 9-traps automaat in plaats van de 7-traps op een aantal varianten. Maar dat was volgens mij vooral de diesels. En dat gingen we niet doen. Ja, benzines, V6. Overigens wel, moet ik wel zeggen, diesels bij dit soort auto's past wel. Dat rijdt wel fijn, ja. Maar jij vond dat dat niet mag. Ja. Ja, maar weet je, het is gewoon €3000 wegenbelasting per maand. Ja, in Nederland word je voor het bezit hard gestraft. Ja. We belasten naar bezit, niet naar gebruik. V6 252, 333 pk en een V8 met 408 pk. En de ML63 AMG met de 5,5 liter biturbo V8. Yes. En tot 557 pk's. Ja, dan ben je, om nog even de volksmond te zeggen, de koning van het kamp. Ja. Je had hem ook als fietsen en diesel, toch? Dat ging het allemaal niet over hebben. GLE 250. Ik had ook meteen vooral bij onze oosterburen de tip om die over te slaan. Want dat is voor het soort auto toch wel wat onderbemeten. Ja. Maar ja, we mogen toch maar 100. Ja. Het komt het gevoel van luxe. Ja. Nou, overdaad. Wel, ja. Ja. Als je 100% van je vermogen nodig hebt om met het verkeer mee te rijden, dan heb je een oncomfortabele auto. Nee, dat is waar. Of heel veel funk. Ligt aan wat je interpretatie daarvan is. Er stonden 130 stuks op Marktplaats. Instapper kan vanaf €20.000. Maar zoals gezegd, de onderkant van de markt. Wees alert. Ja, dat loopt op tot €60.000 voor hele jonge 500's en AMG's. Volgens mij de meest stille en comfortabele van het kwartet wat we vandaag hebben uitgekozen. Daar is Mercedes altijd wel erg goed in. Wat ook betekent dat het geen bochtenridder is. Maar ja, koop je daar een SUV voor? Hoeveel bochten ga je ridderen op de lange afstanden? En het is een goede offroader. Ja. Wederom niet belangrijk, maar het kan. En optioneel is er zelfs een sperrend middendiff leverbaar. Ja, okay. Ik kan me niet voorstellen dat Mercedes er daar heel veel van verkocht heeft, maar het is. Sommige, misschien juist wel weer in het Midden-Oosten en zo. Voor, ja. Zeker. June Basher. Als je een exemplaar vindt waar overal zand tussen zit. En, die, zeg maar, en hij heeft een sperrend middendiff. Ja. Dan komt en net op kenteken uit het Midden-Oosten, gezet. Ja. Na import. En pas 70.000 kilometer. In tegenstelling tot een paar van de andere kandidaten is het altijd een 5-zitter. Ja. Mercedes bood dat toen niet aan. Als je dat wilde, moest je of voor de R-klasse gaan, dat rare busje. Of de GLS. Nee, toen nog de GL zonder S. Ja, dat neem ik er nu. Dus de gelende-uitvoering in S-klasse formaat. Ja, ja, ja. En dit is voor ons is een gelende-uitvoering in A-klasse formaat. Precies. En inmiddels is er ook een gelende-uitvoering van B-klasse formaat. Ja. En een C-klasse. Ja. En de G-klasse is dan de GL... Nee, dat is gewoon de G-klasse geweest. Gewoon de G-klasse. Qua aandachtspunten specifiek viel het me best mee. Daar kan altijd veel mee enorm mee. Los van de vooroordelen. De algemene punten van zwaar, dure onderdelen, grote banden. Vond ik wat meldingen voor de berichten over de AdBlue-melding die de auto kan geven. Maar dat is weer voor de diesel, dat is niet zo belangrijk. Let op, een hulpdienst. Oh jee! Let op, stilstaand voertuig. Oh, kom op, waar is de hulpdienst? Ik kan hem weer even vast. Oh, daar, oké. Okay. Oh, daar, ja. Wat zijn ze aan het doen?
Ik denk een vrachtwagen met een klapband. Een klapbandje, ja. Heel veel, meer pionnen dan vrachtwagenbanden. Er ligt ook iemand onder. Het gaat ook wel eens mis. Let op, werkzaamheden. Ook nog. Nou, kunnen we verder? Ja. AdBlue, als hij daar foutmelding van geeft, dat zit er meestal of in een sensor in de AdBlue tank of de voorverwarming van de AdBlue tank. Maar nogmaals, je ging geen diesel kopen, dus dat is niet zo belangrijk. Zoals ik al zei, vanaf het moment dat de GLE is geworden, kwam die nieuwe 9 G-tronic van Mercedes. Wat wel een stuk prettiger automatisch dan de oudere versies. En vocht in de koplampen, vooral bij de LED-koplampen. Maar volgens mij komt dat omdat die een stuk minder warm worden dan sowieso halogeen, maar ook dan xenonlampen. Ja, en niet warm. En niet warm is condens, of in ieder geval condens wat niet wegtrekt. Dat was het dan. Het viel mij niet tegen voor het soort auto. En jij zei, ja, dit is de meest comfortabele en stille. I beg to differ. Want waarom zou je niet gewoon direct voor het origineel gaan? Hè? Je wilt gewoon liever Coca-Cola dan Pepsi of Raak Cola of whatever. Echt uit. Geld in plaats van Monopoly geld. Ja, precies. Dus gewoon een Range Rover. En niet de kleine, maar de grote. Gewoon, hè? De Volk. De L3. 2-2, ik blijf goed zeggen, Mark III Range Rover, gebouwd tussen 2001 en 2012, natuurlijk ook met diesels geleverd, maar die slaan we over, ook een V8 diesel, ook wel lekker trouwens, maar goed, doen we nog steeds niet. Als je een benzine kiest, dan is het ook meteen goed, want dat zijn namelijk alleen maar 8 cilinders. De Supercharged is de lekkerste en schijnbaar ook de meest betrouwbare. Dus dan heb je een excuus om gewoon de dikste te kiezen. Die was wel eens 4.2 met 400 pk, een 5 liter met 510 pk. En dan heb je nog twee atmosferische V8'en. De 4.4 met 305 of de 5 liter met 375 pk. Je hoort het al, het is allemaal gewoon lekker dik. En dik spul. En het is ongelooflijk comfortabel. Het zou wel leuk zijn om een ML, hij moet een beetje hetzelfde bouwjaar en dezelfde generatie eigenlijk pakken, versus een Range Rover te doen. Ik vind dat toch, Range Rover toch nog weer zeg maar een slag overheen qua comfort en zo. Wel een beetje een gentleman's club, waar mannen sigaren gaan zitten roken en geen vrouwen naar binnen mogen. Maar dan met 4 wielen. Ja, nee, dat is wel. Dat is een beetje wat Range Rover het is echt, echt groot. Natuurlijk ook wel, het zit wel heel rechtop. En maar het is wel, ik vind dat wel echt mooi spul. En het heeft ook nog steeds iets chics. Totdat jullie zeg maar hier in de commentaren een exemplaar gaan posten wat niet zo heel chic meer is. Want die zijn natuurlijk ook te vinden. Nadeel is ja, weet je, de exemplaren vanaf 2001 en met veel hoge kilometerstand. Ja, weet je, daar zie je soms wel aan de foto's al dat je denkt, deze gaat niet heel betrouwbaar zijn. Hier ga je ook nog wel een beetje wat dingetjes tegenkomen. Tot 35.000 euro met een beetje redelijke kilometerstanden en een redelijke staat. Dat is iets van 20 stuks of zo, benzine versies. Dit is zeg maar de vierkante Range Rover dus, hè, tot 2012. Dus het huidige model, dat zit er niet in. Dan vraag je misschien af, wat kost dat dan ongeveer? Nou, die vraag, die wil je eigenlijk liever geen antwoord op hebben. Maar dat begint na net onder de 50. Maar dat loopt echt knijterhard door. Het is echt zonder twijfel veel duurder dan de andere drie kandidaten waar we de ML hebben en de GLE hebben al over gehad. Het is echt een andere klasse auto op de een of andere manier. Ook gewoon qua aanschaf tweedehands. Nou ja, het zijn natuurlijk ook allemaal dikkere motoren. Hebben we nog aandachtspunten? Elektronica. Oh. Ja, de luchtvering. Nou ja, dat soort zaken. Ook op dat gebied is je met afstand de duurste van de vier. Dat denk ik wel. Ja, ik ook iemand ken die daar relatief weinig mee heeft met zijn Range Rover. Rijdt hij er ook mee? Ja, soms. Sportiviteit, hè? Dat, als tegenhanger van de Range Rover, de BMW X5. BMW noemde het ooit een Sports Activity Vehicle. Daar zijn ze volgens mij mee gestopt na de eerste generatie. Ja, volgens mij doen ze nog wel. Ja, dat is een Activity Vehicle. Een
SAF. Een SAF. In plaats van een SUF. Ja, want de utility, dat klinkt heel erg alsof je daar werkdingen mee gaat doen. Nou, dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Een bussie. Een bussie. Ja, dus ik kan natuurlijk voortaan ook tegen die BMW X5-rijders die je misschien in je netwerk hebt zeggen van nee, ja, hij moet niet werken. Dat is bij een soort auto. Druk bezig met activities. Met activities, alleen maar leuke dingen. Is dat dan niet een sport leisure via ja, dit wordt heel gecompliceerd. De X5, de F15, yeah. 2013 tot 2018, ja, 16 lijns, V8's en... Voor Nederland wel interessant, een viercilinder met stekker. Oh, ja. Systeemvermogen alsnog boven de 300 pk. Ja. Diesels, ook heel fijn, maar daar mochten we het niet over hebben. Nee. Maar de viercilinder diesel die is geleverd als S-Drive 25D. De kenners weten het dan al, de S-Drive is 8-wiel aangedreven. Dus dat wel viercilinder diesel, maar als het dan gesneeuwd heeft, dan kun je samen met je Matti en zijn 116i donuts op de parkeerplaats maken. Precies. En wel mooi dat als je dan met je X5 op windsport gaat, dat je vervolgens dan gewoon wel nog steeds vast kon komen te zitten met je SUV, omdat hij alleen maar achter je aandrijving heeft. Ja, dat ziet er echt cool uit. wel hoger zit, dat je beter kan zien waar je vast zit. Ja, dan kan je zwaaien naar de plebs die jou proberen uit te graven. Ruim aanbod in Nederland aan X5, 200 stuks. Varieert van 25.000 tot 60.000. Nou, de duurste wederom de dikste, de M50D en de X5M met weinig kilometers. Ja. Over die M50D, we gaan het toch weer over de diesels hebben. Hij is als 30D, 40D, M50D. In tegenstelling tot de naam doet vermoeden allemaal een 3 liter 6 cilinder diesel. Ja. Wij hebben meerdere keren met die 50D gereden, in een X6 volgens mij, in een 5-serie. En iedere keer weer dat we dachten van... Let op, slecht wegdek. Oh, fijn. Nou, doe er wat aan. Iedere keer als wij daarmee reden, dat je denkt van ja, hij heeft 3 turbo's en slimme dingen, maar er gebeurt ook heel veel onder het rijden. Een soort meerdere turbogaten. Zo. Ik vind altijd dan de 30 en 40D fijnere blokken om mee te rijden. Ja, absoluut. Ja. Het enige wat tof is natuurlijk aan zo'n M50D en ook de M550D zit meteen helemaal M-pakket uitgevoerd. Dat ziet er wel gewoon dik uit. En een 40D kan je ook zeg maar in een soort luxury line spec hebben, dat het allemaal een beetje saai is. Weet je, koop nog maar gewoon lekker een dikke benzine. Want nou, ook met die 6 in lijn. Eigenlijk met jouw motor ook gelegd. Ja, maar ook de 40i was volgens mij nog een N55 in de grotere BMW's. Ja. Dus inderdaad wel een fijne motor. En in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, was het echt een doorontwikkeling van de E70. Dus kinderziektes en zo, dat stadium hebben ze meteen overgeslagen. En die hele fijne ZF achttrapsautomaat, die zit overal in. Maakt niet uit welke motorisering, hij komt altijd met de ZF achttraps automaat. Dat is alweer een reden om voor een X5 te kiezen. Ja. Ik kon ook hier weer weinig echt ernstige aandachtspunten vinden. Wat olielekkage volgens de Duitse TÜV. Dat is volgens mij meer wat gezweet aan de onderkant van het blok en de bak. Gewoon goed schoonmaken voordat je hem gaat verkopen. Oh nee, dat autoverkoper trucjes. Afgebroken veren, maar dat lijkt meer door strooizout te komen dan door het gewicht van de auto. Waarschijnlijk een stukje staalkwaliteit waar ze toch iets te veel aanbesteding op losgelaten hebben. En wat slijtage aan het onderstel, vooral bij de vooras, maar dat komt natuurlijk omdat het zo'n precisie-instrument is. Ja. Let op, slecht wegdek. Ja, ik had het gemerkt. Ja, bedankt. Maar ja, wederom, dat is een slijtage-onderdeel, niet per se iets heel ernstigs. Wat wel specifiek iets is om op te letten, is de opties. BMW had heel veel dingen niet standaard en heel veel dingen optioneel wel mogelijk. Dus vooral als je gebruikt gaat zoeken en autoverkopers die maar gewoon wat aanvinken op het lijstje, er kan nogal wat verschil in zitten. Dus een tip kan zijn is om aan de verkoper de laatste 7 cijfers en letters van het chassisnummer te vragen en niet door een VIN-decoder te halen op internet. Dan krijg je precies een lijst met hoe de auto ooit uit de fabriek gerold is. Of het wel de comfortstoelen heeft, of de adaptieve cruise control, of de verwarmde voorruit, et cetera. En ook een goede manier om te ontdekken of er bijvoorbeeld later een M-pakket toegevoegd is of een ander interieur in de auto is gekomen. Ja. Dat ook weer vragen op kan roepen. Ja, sowieso wel mooi hè, om dat soort info op te halen. Ook als je een auto al hebt, gewoon gaaf op de lijst en veel. Dit zit er allemaal Ik heb toch die extra aansluiting onder het dashboard. Ja, net jou hè. USB-aansluiting onder het dashboard hebben sommige 1-series. Nou, dat is super handig. Ik weet niet waarvoor. Maar, Ja, dan kun je het snoertje van je telefoon laden en netjes wegwerken. Oh, ja. Ja, zonder dat hij hier gaat steken. Ja, hier tenminste gewoon een dop om tegenaan te kijken. Precies. Mooi dop. Chique dop hoor. We'll be right back.
zegt de best sturende. Dat is gewoon niet waar, hè? Dat is alweer niet waar. Alweer niet waar. Want voor dit geld, en dat viel me echt oprecht mee. Ja, jij was wat meer, ja, geld, maakt het uit. Hè. Ik kan altijd je persoonlijke lening nog even wat oprekken. We praten niet over geld, die lenen het. Die lenen het, ja, precies. Ik was wat mijn beperking aan het budget opleggen. Nou, 35.000 euro, hè, je rijdt zo'n auto in, je betaalt een beetje bij. En de rest financier je, zo gaat het in Nederland. En zo redelijk behapbaar. Maar dan komt die ook gewoon in beeld. De Porsche Cayenne, de E2, dus de tweede generatie, zeg maar de vorige generatie Cayenne. Is geleverd tussen 2011 en 2018. Nog best wel wat aanbod. 35 exemplaren tot die 35.000 euro. Nou, dan rek je het wat op. Dan komen er nog wel meer in beeld. Dat stiekem natuurlijk nog wel gewoon een echte gave auto. Dat is wel grappig trouwens, eigenlijk bij allemaal. Dat je wel denkt, ja, wel echt wel leuk om te hebben. Hè? Of je nou SUV bent of niet. Wel echt een dik spul. Qua benzinemotoren gaan ook veel diesels en Cayennes te komen. Maar dat gingen we niet doen. Het begint bij een 3.6 V6, 300 pk. Dat is een beetje on-Porsche waardig, maar het rijdt op zich wel prima. En een VR6, dus klinkt wel gaaf. Ja, een VR6, ja. Ik moet zeggen, met deze generatie Cayenne heb ik toen tegelijkertijd de V6 werd geïnteresseerd en de diesel. En dan heb ik op één dag met een halve dag met de V6 gereden en een halve dag met een diesel. Ja. Die 240 pk V6 TDI. Conclusie was wel, ja, die V6 TDI rijdt echt briljant. Ja, briljant veel beter. Maar goed, doe ik met die even wat je wil. Of we hebben een 4.8 V8 sorry, met 400 pk. Of een turbo met 500 pk. Heb je dus ook al voor deze geld. En er is een e-hybrid. Dus een plug-in hybrid. Die ook nog even 14% bijtelling pakte in 2014-15 volgens mij. Inmiddels zijn die auto's allemaal uit de gunstige bijtelling. Dat is wel grappig, want dat was weer dan niet de 3.6 V6, maar de 3 liter met een supercharger. Audi S4-blok feitelijk. Klonk ook leuk en hij reed eigenlijk best wel goed. Omdat je natuurlijk ook een beetje elektro-ondersteuning had. Stiekem wel een geinige uitvoering. Ja, en dit is gewoon de beste sturende SUV. Hè? Zelfs met een van onze achtersteer. Dat is X5 en dat doet ook leuk mee. Maar ja, hè, ook nog leverbaar met 4-cilinder diesels en zo. En dit is ook alweer. Het is wel een Porsche. Dus het stuurt goed. Het is zeg maar toch net even ietsje hoger gepositioneerd dan de BMW en Mercedes. Ja, dan moet je ook wel weer wel of niet een luchtvering hebben, wel of niet een sper op de achterhals. Ja, Porsche kennen, er zijn er een paar varianten in die nog beter sturen. Ja, ja, absoluut, absoluut. Maar goed, je koopt natuurlijk ook weer niet om mee te gaan hoepelen waarschijnlijk. Gewoon een Cayenne V6 met turbovelgen zonder bedjes. Ja, precies. Het is een Porsche, dus die zijn super betrouwbaar. Dat is echt geen enkel probleem. Het is wel zo, als je een keer iets moet vervangen, dan heb je een extra hypotheek nodig, want de onderdelen zijn gewoon rete duur. Aanschaf van de auto, kan je iets uit afleiden hoe duur de onderdelen zijn. Dan en de nieuwe prijs van de auto. Ja, precies. Maar hier ook nog een Porsche factor eroverheen. Maar het komt dan wel in een mooi doosje waar Porsche op staat. Wat je zelf niet in handen krijgt, want dat heeft je monteur in handen. Die gooit het gewoon in de vuilnisbak. Ja, 200 euro voor een set ruitenwissers, dat vind ik zeer acceptabel. Ja, precies. Moet kunnen. Dus dat is wel een beetje een dingetje. Als je een exemplaar met luchtvering hebt, pomp van de luchtvering. Eigenlijk is dat overigens bij al deze auto's, eigenlijk alle auto's met luchtvering zijn toch wel balgen, pompen en andere dingen. Je moet gewoon goed kijken of die netjes helemaal omhoog komt en omlaag gaat en of dat allemaal gewoon gaat zoals het zou moeten zijn. Dat je denkt, we hebben 5 kilometer gereden, nou lijkt nu nog hoger te staan, dan moet je toch even gaan. Ik weet niet of bij deze generatie nog zo is, maar in ieder geval bij de eerste generatie Cayenne zijn dan de vervangingsonderdelen van het luchtonderstel goedkoper als je ze bij Volkswagen koopt, gewoon Touareg. En die hebben dan wel losse onderdelen waarbij Porsche meteen een hele pomp of een hele bal vervangen wordt. Dat zou kunnen, heb ik eigenlijk niet zo scherp. Tips om even uit te geven. Ja, precies. Zet even in de comments als dat zo is. Als je bij een Porsche garage werkt en denkt, ja, maar dit klopt wel. Anonieme tips zijn we ook altijd erg voor. Condens in de achterlichten hebben ze wel eens last van. Ja, geen halszaar, maar het is wel knullig. Het gaat een beetje goedkoop. Een beetje goed. En dan gaat ook, zeg maar, het gaat een beetje verweren binnenin en zo. Dat is wel lullig. Dit is echt een auto voor degene die van rijden houdt. Want tot 2014 is de Cayenne gewoon nog geleverd met
een handbak. I kid you not. Panamera ook, hè? Is ook tot volgens mij ongeveer die bouwjaar gegeven. Met de Panamera zelfs met de V8. Met de V8, maar de VN alleen de V6. Dacht ik ook, ja. Er staan ook echt altijd wel een paar te kopen. In ieder geval in Duitsland. Als je zoekt, altijd wel 2-3. Panamera handbak met V8. Briljant. Maar geloof pas als je de interieurfoto's ziet. Ja, precies. Je moet wel goed kijken. Maar een Cayenne V6 handbak. Ja, het is ook een hele gekke auto. Moeilijk te verkopen. Maar ja, misschien wel weer goedkoper in te kopen. Ja, wel van oudsher Porsches met een zescilinder. Ja, een zescilinder handbak. Met wat ruimte tussen de banken in ieder geval. Misschien niet genoeg. En een handbak. Ja. Eerste Porsche een Cayenne zijn. Ja, dus voor mij is die optie nog open. Dus ja. Nee. Ik ben niet zo heel gevoelig voor dat soort dingen. En hij heeft alsnog het contactslot links. Ja. Ik was nog heel cool, een paar keer links en dan de derde keer zit je zo op je knieën met je sleutel rechts. Als hij niet gewoon keyless entry heeft. Ja, ik denk de Cayenne. Zeker als een Cayenne Turbo binnen bereik is. Dat is wel heel gaaf. Alhoewel zo'n ML AMG ook wel heel gaaf is. Ik neig ook naar Cayennes. De andere twee, oh ja. Nee, ik zijn alle vier geen straf, dat maakt het lastig. Nee, dat is waar. Maar ik had in eerste instantie heel Range Rover en de rest interesseert me eigenlijk niet. Dan ging ik in een goede kijk en dacht ik, ja, maar het is wel echt gewoon een klap duurder. Of je hebt een klap oudere auto. Ja, en dat studiefonds van de kinderen gaat dan in het onderhoud zitten. Dat is ook zo. Nee, het zit alleen in het onderhoud van mijn eerste Porsche. Oh, ja. Dus, ja. Ook zoals zo'n Range Rover erbij, daar komt het dat kan niet goed. Maar dat kribbelt wel. Ja, je moet daar moet je veel meer massa hebben, goed exemplaar. Ja. Terwijl als je een 2013, 14 Cayenne, ja, dat is ook wel op leeftijd, maar gevoelsmatig wat grotere kans. Ik vind wel die Range Rover, dat zijn ook geen stoelen, maar zetels. Ja. En ook die motorkap zo hoekig, die hoekjes die ze ooit voor het offroad hebben bedacht, zitten nog steeds op. En je kan zien hoe breed die ook is. En waarmee je armsteuntjes mee kan mikken op andere weggebruikers in de wegrijden. Ja. Ik zou denken van mijn eigen geld niet aandurven zo'n Range Rover van die leeftijd. Ja, ik twijfel nog steeds. Maar ik denk dat we dan voor een Cayenne zou gaan. Cayenne Turbo. Echt het zou nog niet eens voor mij Turbo per se hoeven zijn. Ik denk dat je... GTS? Die zou ik er niet tussen staan. Ik denk wat jonger, wat duurder daarmee. Maar wel een 8-cilinder. Ja, of zo'n plug-in hybrid. Ja, ik heb toch een laadpaal. Nou. Twee keer Cayenne dan maar. Twee keer Cayenne. Zoek wel even een leuke exemplaar uit. We daar volgende keer mee naar onze vrienden in Eelde cruisen. Ja, precies. Bedankt voor het kijken weer. Dat je volg hebt gehouden. Heel knap. Geef jezelf een schouderklopje. Even een duimpje omhoog. Abonneren, notificatie aanzetten en naar de volgende video. Als jullie suggesties hebben voor aankoopadvies dingen, dan hebben we daar dan staan we daar voor open. Ik denk niet dat we er iets mee gaan doen, maar we staan er wel voor open. Dus wel wat. Bedankt. Dag.